Want zoals jullie hier kunnen zien, ligt hier mijn oude laptop. Heb ik hier een repareersetje. En ligt daar een beestje die ik heb doodgeslagen omdat hij in mijn laptop zit. Ik weet niet hoe die in mijn laptop kwam, maar goed. Dus dat. School heb ik afgerond en ik ben door naar het volgende jaar. Dus dat vind ik heel erg nice. Die brief had ik binnen ook gekregen en die is ook alweer weggegooid. ja, en er zijn grote plannen. Alleen dat komt pas na de vakantie. Dus we gaan eerst nog genieten van de vakantievideo's. En daarna komen er vette dingen. Dus ik ga nu. Ik ga even mijn spullen inpakken. En ik moet ook wat aan de lampen gaan doen. Want ja, het is niet echt. Zeg maar, deze lampen staan er. Maar. En trouwens, vandaag een mailtje gestuurd gekregen dat de softbox, die komt eraan. Die komt er fucking eindelijk aan. Yes! Dat heeft echt 4-5 maanden geduurd, maar hij komt eraan. In april heb ik hem besteld. Het is gewoon 4 maanden terug. Als ik zeg maar hier het wifi aanzet, daar, en ik zit hier op de wifi en ik loop terug naar de andere kant van het huis, dan is het wifi opeens gewoon kleed en dan is het gewoon klaar. Wij gaan ook een nieuw wifi systeem installeren hier in huis. Ik ben even iemand aan het bellen, want ik heb een probleempje met mijn oude MacBook. Dat ben ik dus aan het oplossen, alleen ja, ik kom er niet uit, want ik moet een... Normaal als je je Apple ID inlogt, moet je een code, die krijg je dan op een ander apparaat. En die moet ik nu omzeilen of zoiets, dus ja, anders kom ik er niet in en dan kan ik niet mijn laptop updaten naar Big Sur. Dus daarover ben ik aan het bellen. Dus ik ga even kijken hoe lang het duurt. Maar ja, het doet me in ieder geval nu al. Zo, daar zitten wij. We hebben gisteren trouwens een pakketje binnengekregen. En daar komt nog een reel van online. Jullie denken, of vragen natuurlijk af, wat is dit? Nou, dit is een tas. Dit is een tas die van Peter McKennick eigenlijk. En ik zal even laten zien waarom dit weer een tas van Peter McKennick is. Deze tas die kan dus in de tas, ja, in die grote tas zeg maar. Dus je kan hem opvouwen, dus dit kan zo in elkaar. En dan kan je hem closen en dan kan je deze dan weer in die tas doen. Dus als je op vakantie bent of wat dan ook, is het heel erg makkelijk om te gebruiken. Als je, ja, bijvoorbeeld je bent op een hotelkamer of je bent in een tent en je wilt gewoon een klein tasje meenemen. Dit is... ja, dit is toch wel lekker als je dat bij hebt. Dus nee, deze heb ik binnengekregen. En dat was eigenlijk wel heel... kwam wel heel goed uit, want ik ga over 2 dagen... Over 2 dagen ga ik op vakantie, dus dat is lekker. Dus ik heb er heel veel zin in. Ik ga naar Kroatië. En dat gaan jullie allemaal zien. En trouwens nog even de update over de MacBook. Want ik was daar een probleempje mee. Alleen... gisteren had ik gebeld. Toen konden ze me geen antwoord geven. Dus ik ga weer bellen. En dan kijken of ze wel me een antwoord kunnen geven. En anders, ja, dan heb ik gewoon heel erg pech. Of, nou, mijn moeder heeft dan pech. Want ik wil het eigenlijk, zeg maar, voor de vakantie regelen. Dat ik na de vakantie daar niet meer over na te denken. Want dan ben ik ook weer druk. Dus beter nu dan straks. Dus ik ga nog even bellen en dan... Ik heb het opgelost. Ik heb het voltooid. Yes! Het was dus zo. Omdat het een hele oude besturingssysteem is, hadden ze dus die verificatiecodes niet van vroeger. En die verificatiecodes, dus die zescijferige code die je tegenwoordig hebt, die heb je dus nu wel, maar vroeger had je dus die niet. In het oude besturingssysteem van deze hadden ze dat nog niet. Dus ja, dat. En hij heeft me even geholpen en top vent. Hartstikke geweldig. Dankjewel in ieder geval. Ja, dus ik ga hem nu eerst even updaten. En dan denk ik ook maar ondertussen ga eten, want het is 12:30. Dus ja, ik ga even kijken hoe dit gaat. En dan kan ik straks alles overzetten. En dan is mijn moeder weer blij. Ik weer blij. En ik zal nog even een... Ja, ik kan het nu niet meer laten zien. Maar ik zal even uitleggen
hoe het nou kan dat ik die tweestapsverificatie, want die heb je, hoe je die nou omzeilt als je dus een oude MacBook hebt en je wilt me updaten. Maar dat laat ik straks allemaal zien. Hehe, eindelijk is alles gelukt. Ik ben eindelijk klaar. En ik heb weer een nieuw pakketje binnengekregen. Dus die gaan wij in de andere video uitpakken. Die ligt hier. Dus ik ga hem even mee naar boven nemen. Zo, nou wat het was. Je kan dus, als je zeg maar een oude MacBook hebt. Als je dus, hier zie je dan, je gaat naar je instellingen. Dan ga je naar je iCloud. Dan ga je naar wachtwoorden en... Nou, normaal kan je dan hier zeg maar je account, die zijn nu niet beschikbaar omdat je bent ingelogd, uitlood ik nu verificatiecode vragen terwijl je offline bent. Normaal kan je daar dus heen gaan en dan kan je naar beneden scrollen. En als je die code achter, dus je hebt je e-mail, dan heb je je wachtwoord en je wachtwoord moet je eerst helemaal invoeren, dan moet je wachten. Dan heb je dus die code en die code die... zet je dus achter je wachtwoord neer en dan pas wordt die geverifieerd als geaccepteerd. Dus eigenlijk is dat een, ja, dat hebben ze gezegd van oké, we doen dat omdat het zo oud is, doen we dat zo, maar anders moet je dus, heb je dus twee codes, je wachtwoord en dus dan zo'n speciale code die naar je eigen apparaten gaat. Dus dat heb ik gedaan. En nu heb ik dus hier, heb ik dus weer een laptop die gewoon Big Sur erop kan. Als je deze video nou leuk vond, een beetje chaotisch, een beetje allerlei dingen regelen en unboxing en dat soort dingen. Laat even in de comments weten, dan ga ik daar dat soort dingen mee doen. Dus.